Ja, ik weet het niet erg eerlijk gezegd. Belangrijk is nu de twee wedstrijden die eraan komen. Die moeten we winnen. En ik zet mijn focus daarop en daarna kijk ik wel. Newcastle United, Fulham, Everton. Clubs die gelinkt worden aan Luciano Nassing. De Premier League is niet het minste. Ja, ik heb niks gehoord van die clubs. Maar als ik het zo van u hoor, de Premier League is natuurlijk de beste competitie. En we zullen zien. Vind je het vervelend, zulke vragen? Nee, ik vind het niet vervelend, maar je weet ze natuurlijk komen. Maar eerlijk gezegd ben ik echt niet mee bezig. Omdat ik ben speler van PSV en er komen twee belangrijke wedstrijden. Ik denk dat het niet fair is als ik nu bezig ben met andere dingen. Dus ik ben er echt niet mee bezig. Hoe ervaar jij de situatie waarin PSV op zich op dit moment bevindt? Vervelende periode. We overwinteren niet. We hebben geen punten gehad tegen Roda, of één punt. En dat mag als PSV zijn natuurlijk niet, dus het is niet lekker. Maar ik ben positief ingesteld en gelukkig in de voetbalwereld heb je weer een andere wedstrijd die komt. En we moeten ons rug rechten en we moeten het zaterdag laten zien weer. Ja, ben je ook niet getergd, persoonlijk getergd? Je zit bij de oranje selectie en Philip Cocu die regelmatig geen beroep op je doet als de basisopstelling bekend wordt gemaakt. Hoe kan dat nou? Dat weet ik niet, ik ben geen trainer, dus dat ligt aan de trainer. Maar ik ben professioneel. Als ik speel, doe ik mijn best. Als ik niet speel, ben ik er ook goed voor het team. We zijn één team en we doen het samen. De trainer bepaalt de opstelling en... als ik er niet eens zit, dan moet ik ervoor zorgen dat ik de minuten die ik krijg, dat ik gewoon mijn best doe voor het team. Ja, en dat in combinatie met je aflopende contract, je talent, je oranje selectie, doet mij dan een beetje speculeren dat het wel eens zou kunnen dat je dadelijk gaat verkassen. Alles kan, maar we hebben ook een paar jaar geleden teruggezien dat je niet moet plannen. Wie weet raak je morgen geblesseerd. Dus ik leef van dag tot dag en van wedstrijd tot wedstrijd. Dus zover wil ik niet vooruitkijken. Nee. Twee cruciale wedstrijden voor PSV nog. Hè? Je moet er niet aan denken dat eigenlijk in de winterstop het seizoen eigenlijk al voorbij is. Nee, moet je er zeker niet aan denken. En daarom gaan we ook gewoon vol voor de winst. En dan hopen we dat we het gat kunnen dichten naar de top. Kun jij een tipje van de sluier lichten? Hoe het komt dat veel spelers van PSV dit seizoen niet het niveau halen dat ze de afgelopen jaren wel haalden. Waardoor het nu zo'n moeizaam seizoen is na twee van die prachtige seizoenen. Nee, is moeilijk. We doen ons best wel. Alleen het zit niet mee. En als ik het wist, zou ik het wel zo snel mogelijk omdraaien. We werken hard op training en we moeten gewoon goed resultaat nu neerzetten. Ja, is een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles dan juist een lekkere wedstrijd? Omdat dat een relatief makkelijke tegenstander is? Of juist lastig, omdat eigenlijk alles minder dan een ruime overwinning weer een tegenvaller is? Ja, geen enkele wedstrijd is makkelijk, moet ik zeggen. Omdat, iedereen wil zich natuurlijk bewijzen tegen PSV. Iedereen geeft meer dan 10%. Dus het wordt natuurlijk een moeilijke wedstrijd. Maar wij moeten uitgaan van onze eigen kwaliteiten. En als we ons niveau halen, dan moeten we gewoon winnen.